Hoe hebben schilders ons wijsgemaakt dat kale akkers mooi zijn? Dit is de Universiteit van Nederland. Hallo. Ik wilde jullie een verhaaltje vertellen. En dat verhaaltje is uit 1628. En dat verhaaltje heeft mij de ogen geopend. Of liever gezegd, mijn leermeester Henk Scholten-Northolt heeft met dat verhaaltje mijn ogen geopend voor landschapsschilderkunst. Er is een schilder in Antwerpen en die zit te schilderen. En er komt een vriend van hem binnen. Dus ik ben de schilder, daar komt die vriend. Hij zit zo te schilderen. De schilderij is hier. En die vriend is helemaal in opwinding. En die zegt, ik ben zo geroerd door het landschap. Ik ben zo aangegrepen door het landschap van de Ardennen, waar ik voor het eerst van mijn leven ben geweest. Nou, vertel maar, zegt die schilder. En hij neemt een nieuw doek en hij begint te schilderen. En die vriend gaat vertellen over diepe dalen, over de rivier de Maas, die kronkelt in de diepte, over watervallen, over weilanden, over van alles. Hij vertelt maar door. De Ardennen. En dan op een gegeven moment, dan draait die schilder zijn ezel om en die zegt tegen die man, was het daar? En die man, die schrikt zich echt, die weet niet wat hij ziet. En die zegt, ja, hoe weet jij dat? Ben jij daar geweest? En dan zegt die man, nee, maar jullie kunnen alleen maar mooi vinden aan het landschap wat wij eerst als schema's in jullie hoofd hebben gezet. Is dat niet wat? 1628 heeft iemand het over zulke ingewikkelde cognitieve processen. Daarom, zegt hij, is het landschap, noemen wij een mooi landschap, schilderachtig. Omdat het refereert aan die schema's in ons hoofd. En dat is wat je nu ziet, een schema waarbinnen jij je beleving van dat landschap in de Ardennen weet te projecteren. Dat woord projecteren kende je natuurlijk niet. En ik kon mij werkelijk niet voorstellen dat mijn leermeester, die wat had een romantische aard, dat dat echt uit 1628 kon zijn. Ik zei, Henk, nou, is toch mogelijk? Ja, zegt hij, ik weet het niet meer, want ik weet ook niet meer waar het in stond, maar ik heb het echt gezien. En toen, een aantal jaren later, toen lag hij langzamerhand te sterven. En we praten daar nog over. Hij zegt, weet je wat nou zo grappig is? Ik heb vandaag dingen in mijn studeerkamer opgeruimd. En ik vind opeens dat dat verhaal, dat is van Norgate. En dat is uit 1628. En dat staat in The Art of Limning. Limning is miniaturen schilderen. Dat zou je het niet verwachten. En het is het meest diepzinnige verhaal over schilderkunst wat ik uit die tijd überhaupt ken. Nu ga je opeens zien dat die schilders voor ons het landschap hebben ontdekt. En dat het ook historisch altijd in die volgorde gaat. En laat ik een voorbeeld nemen van de Alpen. De Alpen waren tot in ver in de 18e eeuw lastige obstakels op weg naar Italië. Daar was niks moois aan. Dat was gewoon koud en hoog en hard. En je kon er moeilijk doorheen. Dus dat was niks. En opeens komen er kunstenaars, schilders en dichters, zoals Goethe bijvoorbeeld, en die reizen daardoor en die krijgen het syndroom, ik ben heel klein, natuur is heel groot. Dat is Sturm und Drang romantiek. De natuur is groot, ik ben klein. En
opeens krijgen die Alpen een historische en vooral een esthetische betekenis. En opeens komen er dan schilders die van die kleine piepfiguurtjes maken. Van die hele hoge teufelsbruggen en weet ik wat. En na de ontdekking van de Alpen door die intellectuele bovenlaag, hè, daarna komen er gymnastiekvereinen. Hè, die gingen we wandelen in de Alpen. Dat was ontzettend stoer in die tijd. En zo ging het door. En het wordt steeds groter. Steeds groter. Tot je eindigt met de OAuth-bus. Dat is dan de laatste fase, mag je hopen. Hè. En dat fenomeen, dat heet gezonkenes cultuurgoed. Als jullie dat van vandaag onthouden, dan heb je een prachtig begrip van Max Weber. Dat is, laat ik maar zeggen, Mondriaan op het douchegordijn. En dat is ook gezonkenes cultuurgoed. En dat is dit ook. En dat is dus bij landschapsbeleving kun je echt zien dat het altijd begint bij kunstenaars. En voor ons in Nederland, wij zijn het land wat het eerste een echte landschapsschilderkunsttraditie had, telt dat op een hele grappige manier. Dit is Ruisdael en dit is een gezicht op Haarlem. En dit is een wonderlijke combinatie. Dit is wij zijn vrij, wij zijn vrije Haarlemmers. Haarlem was een van de zwaarst belegerde steden van de Republiek. Wij zijn vrij, wij hebben een eigen territorium. En wij kunnen in dat eigen territorium gaan wandelen. Er is zelfs een heel boek over hoe je moet wandelen in de dreven van Haarlem. En voor, met mooie plaatjes er ook in, uit 1610. En wie heel nijver was, zoals Nederlandse burgers natuurlijk zijn, heel nijver, die kon dan tenminste wandelen op papier, zoals er staat. Dan kon je die plaatjes bekijken. En dit is gezicht op Haarlem, dan ben je zo naar de duinen gelopen en je keert je om en daar zie je jouw stad en jouw land. En dat is een heel belangrijk iets wat kunstenaars, vervolgens beginnen dichters, vervolgens beginnen allerlei mensen prachtige boeken te schrijven over al die verschillende eigen steden. En dan komt er ook een lokale geschiedenis van de grond. Het is een hele ontwikkeling en dit is wel een van de allermooiste. Maar van dit soort schilderijen zijn er nu nog 13 over. Dat is wel heel veel. Hoor. Dat betekent dat er echt honderden van geweest moeten zijn ooit. Nou, als je weet wat de gemiddelde bewaarpercentage is van 17e-eeuwse schilderkunst. En zo is ieder stukje van Nederland langzamerhand ontdekt door kunstenaars. En nu wou ik een verhaaltje over mijn eigen herinnering vertellen. Want ik doe hier zo druk over, omdat ik zelf weet wat het betekent dat kunstenaars jouw landschappen, natuur, mooi leren vinden. Dat doen ze door framing. Dat doen ze door een stuk natuur, als het ware, te voorzien van een lijst. En er is een prachtig beeld van Isa Genken in Middelheim, die in de natuur alleen een lijst heeft neergezet. En dan ben je opeens bewust, dat is wat het landschap maakt tot een domein voor esthetische beleving, zal ik maar zeggen. Framing. En organisatie van de compositie binnen in die framing. Nou, ik kom reusachtig uit Groningen en daar ben ik ook heel trots op. Maar ik moest er ook steeds blijven, want ik kreeg daar ontzettend leuke banen en dingen. En toen in 63, toen dacht ik, nu ga ik eindelijk weg. Maar toen kon ik nergens beter blijven dan in Groningen. Dus toen ben ik weer in Groningen gebleven. Toen dacht ik, maar nu wil ik toch echt naar buiten, nu wil ik uit die stad. En toen ben ik ten noorden van Groningen gaan wonen. En ik kan jullie vertellen, in de jaren 60, ten noorden van Groningen gewoond, dan was je echt getikt. En te beginnen bij mijn ouders die dat vonden. En vervolgens, toen ik daar
mijn vrouw trouwde mijn schoonouders en mijn broertjes, mijn zusjes en de hele wereld. Allemaal aan de universiteit, aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis. Die jongen die is lichtelijk gestoord. Dat hij daar in godsnaam in die kou. En het was daar gewoon, laat ik zeggen, agrarisch gebruiksland. Verder was niks. Dat had ik geleerd van die schilders. Want die waren al in de jaren 20, 24 is het schilderij van Jan Altink, in de jaren 20 naar buiten gegaan. Naar buiten gegaan, naar het noorden. Al hun leermeesters aan de Academie Minerva in Groningen, die gingen allemaal naar Drenthe. Want Drenthe was schilderachtig. Dat vinden we nog steeds. Schilder ga je. Dus die gingen allemaal Drenthe schilderen en konden dat soms ook reuze goed. Maar dat je naar het noorden ging, dat was een daad van publiek verzet. En dat je dan ook nog zulke knallende, prachtige, zware, expressieve schilderijen maakte als Jan Altink hier. Dat was in de ogen van die leermeesters natuurlijk helemaal te gek voor woorden. Dit is Nederlands expressionisme van grote klasse. En die zwaarte van die klei en alles, dat komt tot uitdrukking in dit. En weet je wat het moeilijkste was? Een van die kunstenaars, Joop Hansen, die zat eens een keer buiten te schilderen. En het lukte niet om dat hoge land in beeld te krijgen, te framen. En toen begon hij te schilderen op plankjes triplex. Die flikkerde allemaal zo om zich heen. Ze kwam er een boer en die zegt, wat dat doe je, jong? Nou, zegt Hansen, ik schilder. Wat schilderst u dan? Ik schilder roemte, zei Job Hansen. Ik schilder ruimte, dit in vertaling. Ik schilder. En dat is het moeilijkste wat er is. En je ziet hoe ze dat doen. Door heel zo'n verschiet te maken met zo van die lijnen. En daarachter een heerlijk accent. Geen atmosferisch perspectief. Maar juist een knalrode bakstenen boerenschuur die zo naar je toe knalt, als het ware. Dus het schilderij als vlak, zonder atmosferische dieptewerking, zodat alles een hele eigen kracht gaat krijgen. En dat was fantastisch, de jaren 20, toen die Groninger schilders daar gewoon een nieuwe wereld ontdekten. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ons. In ieder geval voor mij. Dat was zo bijzonder en het was ook een heel klein clubje. Want als die mensen dan een tentoonstelling hadden, tegenwoordig denken ze nou, de dingen zijn niet meer te betalen, daar zal de halve wereld wel gekomen zijn. Maar het maximum aantal bij een belangrijke tentoonstelling was ongeveer 50 mensen. Daar had je het gehad. Dus het bleef heel erg lang in die kleine kring. En toen in de 60e jaren, toen was de kleine kring nog steeds een hele kleine kring. Maar geleidelijk aan, eind jaren 60, toen kwamen er allerlei, laten we zeggen, geitenwolle sokken. Geitenwolle sokken, die moesten ergens heen waar het aan goedkoop wonen was. Nou, het was extreem goedkoop wonen, want niemand wou er wonen. Dus dat was al wat, het was goedkoop wonen. En waar het bovendien authentiek was. Dus ze werden ook meteen lid van de Rederijkerskamer. Die moesten toen in het Nederlands toneel gaan spelen in plaats van in het Gronings. Dus dat was een vrij treurig gevolg. Maar in ieder geval, ze waren dus overal geitenwolle sokken. En macrameën ook veel, heel veel macrameën. En ook van die lullig kleine winkeltjes met eigen gebraden honing en dat soort dingen. Nou, in ieder geval, er kwam leven in de brouwerij. En nu, moet je je voorstellen, nu doet het Groninger Museum als volgt. Ze maken een tentoonstelling van ploegschilderijen. Dat is nog eens een van Jan Altink laten zien. Dan zie je hoe extatisch, moet je eens kijken. Dit is geen rode boerderij, maar een rode koe. Die daveren in een soort extatische schilderkunst beeld uit. Fantastisch. Of Jan Wiegers, met rode bomen in dit geval. Hele primaire, heldere kleuren. Jan Wiegers, fantastische kunstenaar. Dat soort schilders die inspireerden om weg te gaan. En daar hebben ze tentoonstelling van in het Groninger Museum. En wat heb je dan? Dan het Groninger Museum verhuurt fietsen. Om eerst naar de kunst te kijken en dan op de fiets het Groninger land in. Kijk, als die man van dat verhaal uit 1628 dat had mogen meemaken. En dan had hij begrepen wat het primaat van de schilderkunst is voor de landschapskunst.